Tijdens een wandeling over de campus ontdekte ik dit witte landhuis achter mij. Het blijkt het oudste gebouw van de campus te zijn. In dit 17e eeuwse landhuis, dat verscholen ligt tussen de bomen en de hoge gebouwen, woonden de eigenaren van landgoed Heyendael. Toen Frans Jurgens in 1912 het landgoed aankocht, liet hij een jachtslot bouwen, Huize Heyendael. En sindsdien heet dit gebouw Oud Heyendael. Er woonde personeel van Jurgens, de hoofdopzichter, de jachtopziener en de huisknecht. In 1962 kocht de universiteit Oud Heyendael en de omliggende grond. Het oude gebouw zou gesloopt worden, maar na hevig protest werd het een gemeentelijk monument in 1990. Tegenwoordig is het in gebruik van de personeelsvereniging voor de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.